Vandaag bij Kotfood maak ik een heel makkelijk gerecht uit Griekenland, een slaatje, maar wel met een ingrediënt van bij ons, een Griekse salade met patatjes. En beginnen doet het best met iets wat lang duurt, en dat is in dit geval de patatjesschalen. Een beetje water, een beetje zout en dan 10 minuten garen in de microgolf. En dan nu 3 heel belangrijke groenten voor een Griekse salade. Komkommer, rode ajuin en tomaat. Dit mag allemaal in een bord. En dan ga ik kruiden met een beetje peper en zout. Klein beetje olijfolie, rode wijnazijn en dan alles mooi onder elkaar brengen. En je mag dat zo goed mengen. Het is belangrijk dat al die smaken erin komen en dat dat even kan marineren. De patatjes zijn klaar. Even afgieten en als ze nog goed warm zijn, mogen ze erbij. En meteen alles onder elkaar mengen, want aardappelen die nog heel warm zijn, die pakken extra veel smaak op en dat is lekker. Dan een heel belangrijk kruid in de Griekse keuken, gedroogde oregano. Uiteraard feta. En als laatste zwarte Griekse olijven. Ik heb deze salade vorige week gemaakt. Ik had een super gigantische, grote, enorme kater. Het was heel warm, dus dat heeft mij ongelooflijk gesmaakt en ik wil dat met jullie delen. Bij deze. Smakelijk eten, like, subscribe, klik op dat belletje, zo ben je op de hoogte van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. En dan zie ik jullie graag volgende keer. Smakelijk! De Supreme Chef van Whirlpool is een beest. Heb je zin om deze microgolf ter waarde van 300 euro te winnen voor op je kot? Klik dan op onderstaande link. Je kunt op 2 manieren deelnemen. Ten eerste door mij op Instagram te volgen of u te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Door ze alle 2 te doen, verhoog je uiteraard uw kansen om te winnen. De wedstrijd stopt op vrijdag 5 oktober om 8 uur 's avonds en de winnaar zal willekeurig gekozen worden uit alle deelnemers. Veel succes!